Waar is hij? Naar de wc. Hey, krijg ik geen kus meer?
Zie wat ik vandaag weer moest aan doen. Veel beter. Wat? Wisselen van kledij anders? Toch nee. Prachtig. Als oké, Lize. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet jij misschien wel in de algemeen directeur kan vinden? Een appelade. Sorry. Daar in de C-blok. Ja, bedankt. Komt je ons nu weer lastigvallen? Hallo. Ik dacht gewoon dat het kon helpen om te praten. Praten. Ik snap ook niet hoe je hier zo rustig kunt zitten. Fuck off, Arnold. Van haar had ik zo'n reacties verwacht, ja. Maar van u? Sinds wanneer ben je zo'n meeloper geworden? Kiara. Dat is dan ook geen softie, zoals jij. Jij weet goed genoeg dat je ons gerust moet laten. Elise, doe eens chill. Wajo. Studentenjobje gevonden als levend standbeeld. Moeten we centjes gooien? Maak dat je weg, zei Arnold. Laat ons gewoon gerust. Jullie zijn echt veranderd. Stop met ons constant lastig misschien te vallen. Misschien kunt jullie ook kom even... Kom het af, Arnold. Wat verstaat je daar niet aan? Ga je tijd verspillen op het kerkhof. Wie bezoekt je daar eigenlijk altijd? Je poppetje? What the fuck, Elise? Mijn vader? Negeer hem gewoon, Elise. Heb je het gehoord, Arnold? Ik moet u negeren. Maar persoonlijk, hè, heb ik liever dat je het gewoon afbolt. Is dat nu zo moeilijk te snappen? Nee, dat is heel duidelijk. En jij? Jij moet weer niks zeggen, hè? Wat kon ik nog zeggen? Denk je echt dat dat graf van zijn vader is? Ja, waarschijnlijk. Allee, van wie anders?
Ik heb eigenlijk wel medelijden met hem. Oké, ja. Uw vader verliezen, dat is erg, hè? Maar liever geen vader, hè? Dan zo'n stiefvader zoals die van mij. Ja, zo erg is hij nu toch ook weer niet. Waar andere mensen bij zijn, nee. Maar niks kan op tegen de ouders van Chiara. Ja, ik ben weg. Ja, op tijd thuis, een prinses. Fuck off. Zijn ze nog altijd zo erg? Oh, echt vreselijk. Dan ben ik ook weg. Morgen, losers. Morgen, dames. Now I'm outside of the satellite campus at 5307 Huntington Boulevard in Brooklyn. No more questions, Your Honor. Given that you spoke. I was feeding chickens, left her all alone. The steam ran out of my coffee cup. She thought you'd fool around and never get caught. I said, hey now, when's it gonna stop? She said, life's too perfect, gotta mess it up. Life's too perfect, gotta mess it up. Wat heb ik van die ratten gezegd? Blijft hij nu? Kunnen we niet al naar ons plekje gaan? Die zal alles wel vinden. Ah.
Amai, eindelijk. Ja. Wat ja? Ik moest Peter zijn klas ook al helpen opruimen. Kom, weg hier dan. Hoor dat ze nog langer hier aan. Eindelijk, weekend. What the fuck, Arnold? Hey. Wat hey? Ik zit hier al keilang op jullie te wachten. Je weet goed genoeg dat je niet welkom bent. Dan gaan wij toch gewoon ergens anders naartoe. Nee? Hij moet hier niet zitten. Maar ik voel me gewoon kloot en we moeten toch gewoon eens babbelen. Zoekt u een goede psycholoog, hè? Ik wil jullie gewoon helpen. Laat ons gewoon gerust, Arnold. We hebben u echt niet nodig. Zou je dan nu... Je blijft gewoon staan. We weten al dat je levend standbeeld kunt spelen. Maar wil ik alsjeblieft afbollen? Jezus! Sorry, hè. Sorry dat ik jullie probeer te helpen. En misschien moet ik ook gewoon eens stoppen om altijd de schuld in jullie ouders de schoenen te schuiven. Wat weet jij over onze ouders? Ja, wat weet jij over onze ouders? Nou, prinses Chiara. Bedorven en verwend door uw rijke ouders, maar oh, zo beschermd. Al die regeltjes, dat is ook niet plezant om te volgen, hè. Altijd gemonitord waar dat je ook gaat. Oh, je hebt uw gsm toch bij, schatje. Oh, lieverke, doe alsjeblieft uw jas aan, hè. Hè? Je mag nog niet eens kiezen welke fucking kleren je aan om naar school te gaan. En jij, waar zal ik eens met u beginnen, Elise? Niet, Arnold. De reden dat jij zo gras bent geworden lijkt me heel duidelijk eigenlijk. Na de scheiding van uw ouders heb je niet bepaald veel liefde gekregen, hè? Laat het, Arnold. Oh, nee, dat is waar. Sorry, ik vergis me. Ik vergis me echt totaal. Je hebt net heel veel liefde gekregen. Ongewilde liefde door uw stiefpapa. Mensen die zoiets meemaken, hè, die zullen naar de flikken gaan. En je moet voor uw eigen leren opkomen. Arnold, stop. We hebben u dat verteld in vertrouwen. Je weet goed genoeg hoe moeilijk dat is voor Elise. Zelfs Maarten en zijn trots. Stop! Het is gewoon fucking kut, kind! Mij staan. Triestig. Ik ben wel benieuwd wat hij over Maarten wilde zeggen. Kok. Behalve... dat hij altijd zijn vader moet voederen, zodat er iets anders dan sterke drank in zijn maag zit. Of uw moeder, Elise. We moeten hem gewoon negeren, want... ik hoop gewoon dat hij niet terugkomt. Ik heb het godverdomme wel gelijk, hè. Ik moet weg hier. Dat is niet echt veel dat we meteen kunnen doen, hè. Behalve. Weglopen? Eigenlijk. Om jou te ontstegen? Fuck it. We doen dit gewoon. We laten ons fucked up leven achter ons en we zijn gewoon weg. Ik weet niet, deze is al wel een goed idee. Bekijk het zo. Wij zijn sowieso even beter af. Maar onze ouders, ja, die zullen wel snel genoeg beseffen dat ze ons slecht behandelen. Ik zou wel een week op kalm voor hen kunnen zijn. Voilà. En dan pakken we dat aan. Ik zou s'nachts gewoon alle spullen pakken die we nodig hebben. En vertrekken. Ik heb een tent. Dat is het belangrijkste, toch? Vannacht? We kunnen al beginnen met zo'n weekendje weg te blijven of zo. En dan zien we wel. Ja, oké. Een week is een veel duidelijker statement. Laat die maar eens goed bang hebben, ons ouders. Ja, ik zag het.
maar een konijn, hè. Klopt, er is opnieuw sprake van een onrustwekkende verdwijning in de buurt. Een kleine 2 maanden geleden werd hier ook al iemand uit het water gehaald door de brandweer. Het parket onderzoekt nu of er een link bestaat tussen beiden. Zijn we van plan? Weg van hier. Waar zou jij naartoe gaan? Dat gaat u niet aan. Kom. Zet je rustig neer. Ga naar bed. Ik ben dat hier kotsbeu. Zo gaan we niet beginnen, hè. Weet je wat? Ik zal vanaf nu een beetje beter mijn best doen. Goed? Misschien een beetje liever zijn. Misschien nog van plan om weg te lopen. Zet je rustig neer. Hé, kijk naar mij. Zet je rustig neer aan mijn bed. Jij kunt mij niet dwingen om hier te blijven. Jij bent mijn vader niet. Oké. Nou, het is waar. Kom, ga dan, hè. Waar wacht je op? Ga dan. Wat is dat nu allemaal? Kom gewoon mee. Thank you.
Zeg, zoals je die beesten niet beter om meer eten geven. Thank you.
zitten. Maarten. 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 Wat? Fuck you, Maarten. Wat heb ik nu weer gedaan? Echt. Door wie werd je gebeld? Wat? Door wie werd je gebeld? Door mama. Als je nog veel gaat bellen, dan gaan de laatste procenten er rap aan zijn. Mijn gsm is gisteren al uitgevallen. Misschien moet ik hem toch naar uitzetten. Bah. Ja, mijn gsm ligt thuis hoor. Ik snap zelfs niet waarom dat jullie hem meepakken. Is dat geen goed idee? Waarom zou je zoiets zeggen? We zijn weggelopen. Waarom zou je gsm nodig hebben? Ja. Om te bellen als er misschien iets misgaat of zo, nee. Als ik die nu uitzet, dan spaar ik mijn batterij nog. Oké, daar heb je een punt. 1-0. Dan is het goed. Is uw gsm al uitgevallen? Ja, dat zeg ik toch net. Gelukkig hebben we nog die paar procent van op Kiara gsm, hè. Zo kunnen we misschien nog een pizza bestellen. Wat? Het is niks. Bij jullie zo smart van verslaafd zijn, wil nog altijd niet zeggen dat ik niet alleen wel de landloper, hè. Het enige wat ik nodig heb, zijn kleren aan mijn lijf. Vanaf nu ben ik een en al natuur. Zwijg maar gewoon. Elise, waar gaan wij eigenlijk naartoe? Ik weet niet. Buitenland of zo? In ieder geval zo ver mogelijk. Ik heb een rol met Frankrijk. Om dan van daaruit te zien waar we naartoe gaan? Waar haalt je het dan weer vandaan? Dan lag je er gewoon op de grond. En jij denkt dat iets op de grond, ik ga dat gewoon opeten. Maar, zou jij nog een stuk hebben? Nee, dank u. Ik hou het wel bij mijn appel. Jees, hoe is het? Stop, hè? Alles goed? Ja. Zeg, heb jij voor mij pomp en 10 euro diesel van pomp 4? Ja. Nog één? Ja, en mijn sigaretje, alsjeblieft. Stop met jammeren, Jan. Oh.
Honger? Wist jij dat dieren op een verschillende manier doodgaan als ze verhongeren? Hm? Bij mensen zakken de wangen in als ze verhongeren. Maar daar zit jij nog niet, hè? Ik heb hamsters zien doodgaan. Konijnen, ratten, honden. Ik heb zelfs ooit een jong hertje levend kunnen vastbinden. Dat proces, dat is prachtig. Echt waar, dat is prachtig. Tegen. Weet je wat ook heel bijzonder is? Dat is hoe dat het instinct het uiteindelijk overneemt. Zowel bij mensen als bij dieren. Hoe dat ze dat noemen? Hé! Hey, weet hoe dat ze dat noemen? De vecht- of vluchtreactie. Het is altijd een van de twee, vechten of vluchten. Allee, ja, eigenlijk vechten of vluchten of bevriezen, maar... Vechten of vluchten. Vroeg of laat verliezen hun krachten als ze honger hebben. En dan treedt de wanhoop op. En dan is het vechten of vluchten. Weet jij wie dat het langst heeft volgehouden? Hallo? Weet jij wie het langst heeft volgehouden? Honden. Ik heb een goed verhaal. Ik had er twee. En die hebben het 4 dagen volgehouden. Voordat ze dat op elkaar begonnen uit te werken. Vechten, hè? En om een lang verhaal kort te maken, er is er één die het net iets langer heeft volgehouden. Het is benieuwd hoe lang dat jij hebt volgehouden. Maar dat jij gaat doen. Excuses voor het storen, maar kan het zijn dat onze Kiara hier is? Kiara? Ja, ik heb ze in elk geval niet gezien. Hè. Elise trouwens ook een tijdje mee. Maakt u zich daar geen zorgen op? Zorgen? We zijn waarschijnlijk gaan kamperen. Dat deden we vroeger ook altijd als we beu waren op school. Mira, je wilt toch niet echt dat onze dochters nu rondzwerven? Net wanneer er iemand vermist wordt. Ik heb niet druk. Ze zijn morgen waarschijnlijk wel terug. Ze zijn jong, weet je, laat ze wat jong zijn ook. Geef ze wat tijd. Hè? Mocht er hier terug toekomen, dan heb je ook wel eens. Oké? Okay. Ja? Allee. Fijne avond verder. Steven, denk je echt dat ze oké zijn? Rieke, kom daar niet over. Hé, hey, komt vanzelf wel goed, hè? Kom. Dat gaat hier wel over mijn dochter, hè. Ik zou niet willen dat er iets over komt. Ja, rustig. Nee, ik wil dat ook niet. Ik wil dat ook niet. Je weet waar ik zijn als zie. Kom.
What the fuck, Yara? Was dat je maag? Ja. Oké. Okay. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, we hebben geen geld, hè. Ik zie eigenlijk niet veel andere opties. Je weet toch niet? Ja, wat anders? Kom aan, Elise. Godverdomme, dat is mijn bank. Allee, mop dat je weg zit. Allee, weg. Rot, jong. Ik dacht nu wel echt dat wij hier eerst zaten eigenlijk. Elise, kom aan, doe nu niet moeilijk. We zouden buiten met een verdienen cluster. Jij zou beter een andere bank kiezen. Elise. Ja, ik ben tegenwoordig. Je bent zelf niet eens zo oud. Hoe komt dat je hier zelfs zo bij loopt? Elise. Dat zijn verdomme na zaken, die masker. We hebben nog geen normaal gesprek gehad of die zatlap wordt al agressief. Kom aan, Elise. Laat je zwerver gerust, we zoeken wel een andere bank. Hoi, sta. Ik ben maar een vezen zwever, hè? Sorry. Zet u. Maar ik heb even rust nodig. Mijn benen een beetje laten zussen. We zijn wel al keilang aan het wandelen zonder deftige slaap, hè? Ja. Ik ga hem ook ons hele levensverhaal vertellen, of fuck wat? Off. Nee, maar. Wat is er dan zo gebeurd dat jij hier zo rondloopt? Waarom ook dat je dat per se wilt weten, meske? Elise, kom aan. Nee, maar gewoon. Je bent nog zo jong en... Ja, ik wil weten hoe dat jij je leven en zo hebt omgegooid. Dat ik mijn leven heb vergooid, wilde dat zeggen? Die bij die woorden, maar... Wat het gebeurt is dat ik niks meer heb, hè? Dat ik nou moet leven zonder een dak boven mijn kop. En dat ik dan nog moet stelen ook, voor wat te kunnen eten. Stelen om te overleven. Mijn leven is dat. Dat alle zeggen, meisjes. Dat is geen leven. Een klote geven de mensen om mij of mijn leven. Weet je? Ik zeg mezelf graag dat ik in de steek laten zien. Ik had een vrouw, mijn dochter. Een dochter die ik zoet al wou geven. Ik heb niet veel. Dus ik moest steeds verzinnen. En dan ben ik maar mijn eigen bakkerij beginnen open doen. En dan zag ik mijn kleine Ella er rondlopen. Mee bakken. En natuurlijk kon ze dan de eerste. Een taartje proeven. Het was te schoon om waar te zijn. Belanden al snel in heel diepe schulden. Foute keuzes, niet willen inzien. En zee. Dat is na 3 jaar dat ik van straat tot straat moet lopen zijn, van bank tot bank. Kijk, daar heb je die zatlap. Daar heb je die vezerik. Blijf maar weg bij mij. He? Laat die zwaven maar gerust. Zie ik wel een ander bankje? Wij zijn ook weg van thuis. Allee, nog maar een paar dagen eigenlijk. Dus ik kan me niet inbeelden hoe dat je voelt. Maar we beseffen wel hoe moeilijk het moet zijn voor u om niet bij uw gezin te kunnen zijn. Sorry. Alles zult vast wel honger hebben. Hier. Dat kunnen we niet aannemen, meneer. Nee, echt. Ik zie wel iets anders. Ik zit het al gewoon. Als je nog het spiekekwel vergeet. Maar, dat is niet de eerste en ook niet de laatste keer. Oh, meneer. Nee, echt... ik sta er, alsjeblieft. Niemand neemt de tijd om naar mijn verhaal te luisteren. En jullie wel. Dat is het minste dat ik ken dan. Als je dat echt wilt. Wauw. Echt. Dank u. Ja, ik wil gewoon geen onmens meer zijn. Wij vinden nu geen onmens. Wat is uw naam, meneer? Etienne. Dank u, Etienne. Merci.
Oké. Ik zou echt nooit als een zwerver kunnen leven. Wat doen we nu dan? Rondzwerven zoals die man, toch? Ik had mijn zwervers gewoon heel anders ingebeeld. Ik zou zelfs niet weten wat doen als ik had meegemaakt wat hij meemaakte. Dat jij ook zo'n softie zei. Voor alle duidelijkheid, we zitten hier omdat we dachten dat weglopen alles zou oplossen. En dan zie je wat die man overkomen is en... Zo is het hier beter dan thuis. Ik snap echt niet dat mensen met kinderen zo rot kunnen zijn. Is het dan de schuld van die man? Nee, misschien niet, maar ik kijk naar onze ouders. Denk je dat mensen van nature slecht kunnen zijn? Mijn ouders zijn de hel. Ja. Nu misschien. Ik vond uw papa altijd wel een toffe. Maar die is weg. Maar hij was toch goed van nature? Het is hoe dat je kijkt, hè. Wie laat er zijn dochter nu achter bij een vrouw die niet eens weet hoe dat ze haar eigen kind moet beschermen? Maar hij zal daar zeker spijt van hebben. Ze kennen gewoon niks van opvoeden. Ik zou graag geloven dat mijn moeder alles goed bedoelt. Maar die heeft je toch nooit pijn gedaan? Zo passief dat ze is, doet ze ook niks om mij te helpen. Hè. Ik durf er zelfs voor te wedden dat hij zelfs nu niet eens op zoek durft te gaan naar mij. Allemaal door die zieke Steven. Die durft er echt niks tegen beginnen. Die scheiding moet echt kut geweest zijn. Wat ook. Echte problemen waren er toen nog niet voor ons. Toen nog geen, nee. Maar Maarten, allee, toen was het ook niet. Ik bedoel, ja. Ik snap wat je wilt zeggen. Mama leefde nog. Papa zat nog niet op een sterke drank. Er waren nog geen ruzies. Geen strenge regeltjes. Mijn mama deed al wel raar. Maar als kind zie je gewoon die problemen niet. Die heb ik achteraf allemaal beseft. Hoe ouder je wordt, hoe groter de problemen zeker. Voor mij hoort dat ook allemaal niet. Snel oud worden, bedoel ik, hè. Kinderen, huis, trouwen. Laat mij maar voor altijd weglopen. Dit is goed. Als ik de kans had, zou ik ook voor altijd jong willen zijn. Voor altijd jong. Jij nog wat hout gaan halen. Waarom ik? Doet jij dat niet?
Maarten is even weg. Ah. Waar naartoe? Weet ik veel. Dat doet me denken aan die keer dat we een vuurtje gestookt hadden in die wijngaard. Maarten was toen ook even weg, zeker? Ja. Ja. En terwijl wij wegliepen, voor die een halve garen met zijn jachthond, toen kwam hij aangelopen. En had hem nog gezorgd dat heel die wijngaard niet in de fik vloog. Goh, arme kind. Warme chocolademelk. En een zacht tekentje. Zo zaten we daar aan de open haard bij je ouders. Die een dag dat zo keihard gesneeuwd had en wij half bevroren aankwamen. Ook direct de laatste keer dat mijn ouders met de voet naar school lieten gaan in de winter. Ik weet nog die dag dat wij aan het spelen waren op dat dun laagje ijs op het meer. Enfin, hoe dat ik aan het spelen was op dat dun laagje ijs van dat meer. Jij durfde niet. Nee, ik mocht niet. Mijn ouders hadden gelijk. Jij had ook beter geluisterd, want 2 minuten later zat jij er al met 1 been in. Ja, omdat mijn rugzak in het water viel. Ja, ik weet niet waarom, maar jij schoot wel meteen te hulp. Alsof je plots geen schrik meer had voor je ouders op dat dun laagje ijs. Een schetsboek zat daarin. Weet je? Ik bewonder je wel echt. Dat je zo omgaat met je ouders en heel die situatie. Allee, die zijn zo verstikkend en toch houd je jezelf overeind. Vroeger wel anders. Allee, ik bedoel, soms denk ik gewoon in mezelf. Het kan altijd erger. Ik heb nog nooit mijn kamer laten zien. Weet je waarom? Ik wil gewoon niet dat jij voelt wat ik voel als ik die kamer binnen ga. Elke avond doodsangsten. Omdat ik plots daar ga zijn. En mijn moeder die alles hoort. Maar niks doet. Ze hoort het. En ze doet niks. Ja, wel. De radio gaat verdomme luider zitten. En heb ik het gemist? We waren bezig over dat jij die wijngaard bijna in de fik had gestoken. Hilarisch. Die gek liet toen een Duitse schepen los. Gelukkig had dat beest schrik van het vuur. Anders was het misschien helemaal anders afgelopen.
Hallo? Mine? Het is Mira. Nee, maar ik heb wel een idee wie ons kan verder helpen. Kunnen wij even afspreken? Arnold? Wat? Oh, sorry. Ja? Heb je ons Chiara nog gezien? Nee. Sinds de vorige keer heb ik ze niet meer gezien. Ik heb wel proberen te bellen, maar... Maar als laatste ruzie wil ze niet met mij spreken. En die ruzie, wanneer was dat? Dat weet ik niet meer. Jawel, wacht. Vrijdag, na het school. En wat is er dan gebeurd? Is er iets ergs gebeurd misschien? Ja, ze zijn nog altijd niet te oude en we moeten daarover praten en ik wil daar ook over praten. Maar ze deden weer zo grof en ik heb me niet laten doen deze keer. En toen? Toen werden ze kwaad en ik ben het afgetrapt. Oké, we waren allemaal over ons toeren en ja, er zijn zware woorden gevallen, dat klopt. Arnold, we weten niet waar dat ze zijn. Ik ben er echt niet gerust in, hè. Ik moet weten dat alles goed is met ons Chiara. Ja, we hadden gehoopt dat jij een beetje meer zou weten, maar niet, dus... Ja, je moet snappen, ik ben zelf ook ongerust sinds de laatste nieuwsbericht. Nieuwsbericht? Ja, weer iemand die verdwenen is. We moeten naar de politie, hè. Kunt jij naar het politiekantoor gaan? Absoluut, ja. Inspecteur De Weert, ja, die zit toch al een tijd op die verdwijningen, hè. Zal moet toch wel beseffen hoe ernstig dat is, hè, nu dat er weer... Jongeren zomaar ergens aan het rondzwerven zijn. Maar misschien weet hij wel meer, hè. Kan hij dan tenminste onze dochters veilig thuis brengen, hè. Arnold, kunt jij ons iets laten weten als jij meer weet? Tuurlijk, tuurlijk. En ik check regelmatig bij u. Mm-hmm. Ja. Moet jullie mij ook op de hoogte houden? Natuurlijk, jongen. Doe wat je wilt, hè. Maar ik blijf hier even zitten. Zo. Heeft iemand voor jullie water of zo? Nee, ik niet. Jij, Chiara? Wat? Nog water? Nee. Ik heb al lang spijt dat ik die sesamreep van Maarten heb afgewezen. Oh, Elisa. Ja, wa. Vraag het anders of hem iets anders random op de grond kan vinden, hè. Waarom vraag je dat zelf niet? En waarom doet jij zo? Je wordt beter thuis gebleven. Excuseer? Dames, begin niet tegen elkaar, hè. Ik ben wel dagenlang... Wat keihard mijn best aan het doen om voor u te zijn, hè. Ik weet dat het moeilijk is met je stiefpapa en zo, maar... Voor mij? Jij weet juist niks hoe het is voor mij. Dat verdomme wel dankzij u, hè. Wat? Dat was Maarten zijn idee om weg te lopen. Ja, tuurlijk. Maarten. Steek de schuld maar op Maarten. Dat is gemakkelijk, hè. Jij stemde er toch in mee? Omdat jij me hebt overtuigd. Laat het zijn, oké? Sorry. Dat ik zo deed. Komt door de honger, denk ik. We zeggen wel geen sorry tegen elkaar, prinses. Maar het is u vergeven. Nou. Daar hebben we nog geen eten mee. We gaan toch eens ergens iets om te eten te vinden, hè? Ja, we hebben geen geld, hè. Ik zie het ook niet zitten om te gaan bedelen.
Bijna. Zelfs geen papier meer? Prima. Prima. We zijn er bijna. Weet je nog? Vechten of vluchten? Die allerlaatste adrenalinekick. Net genoeg kracht om nog weg te lopen. Om je te verdedigen. Daar zit jij nu. Op dat punt. Vechten of vluchten? Vechten of vluchten? Zeg, denk jij dat jij nog zou kunnen vluchten, als ik u de kans daartoe zou geven? Ja, ik weet het ook niet. Er waren dieren die nog effectief wegvluchten, als ik ze een voorsprong gaf. Van mensen. Mensen zijn veel zwakker dan dieren. Geloof me. Nieuws? Nee. Hier? Nee. Ja. Dan ga je die flyers ophangen. Ja. Dat is goed. Tot zo. Tot straks. Kom je een flyer ophangen? Ja, ik snap er niks meer van. Echt waar, hè? Toevallig niet gezien? Hm? Of dat je nog plakband hebt. Voor je neus, hè? Kan ik nog een grote koffie krijgen? Voor 2,30 euro wel. Met zo'n gratis chatonnetje misschien? Dat is enkel voor vrachtwagenchauffeurs en niet voor frikken. Wow. Fijne namiddag genoeg. Kunnen we daar niet gaan vragen als ze niks hebben voor ons? Gratis of zo? Ja, oké. Okay. Waarom denkt dat hij ons iets zou geven? Ik weet niet. Ik heb ooit ook nog eens in zo'n ding gewerkt. Er zijn altijd zo koffiekoeken of van die vervallen producten over. Die moeten toch wegsmijten op het einde van de... Wow. Is dat niet de Weert? Wie? Die inspecteur. Kent jij die zijn naam? Elise, het is nu niet het moment om een mozel te doen, oké? Okay? Zou je daar nu wel naar binnen gaan? Ik weet niet. Ik denk dat het net veiliger is nu dat hij weg is. Ja, die flik gaat niet meer terugkomen, hè?
Hallo? Hallo? Elise? Wacht even. Ze zoeken ons. En wij zoeken ze niet eens. Wie is dat, een meisje? Gaat je daar nog voor betalen of hoe zit het? Het is echt nodig. Ja, als je het nodig hebt, moet je ervoor betalen ook. Of anders, hè? Dan ben ik de politie. Fuck, jongen. Stop! Oh. Zoals Etienne. Ja. Het is nu gebeurd. Nu hebben we tenminste eten en drinken. Ja, wat? Ik ga de tent opzetten. Elise. 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 Was oké? Ik heb u nog nooit zo gezien. Ik weet echt niet wat ons bezielde. Ik wou sowieso eten pikken, hè, maar als ik mezelf op die grote poster zag, mijn emoties namen het gewoon over. Maar het kan je normaal bang. Jij die over emoties praat. Denk je dat de politie zou komen zoeken naar ons? Ja, dat hangt ervan af, hè. Als die kansierster ons herkend heeft. Dan nog, ze hebben die camerabeelden, hè. Oh, dat ook al. Ik heb geen zin om hier heel de nacht liggen rond te dwalen, hè. Ça va een beetje? Ik heb dat meisje naar je gsm kapot gegooid. Ja, je moest wel. Die ging de politie bellen. Chiara? Ja? Ik wil echt niet zo worden als Etienne. Echt niet. Ik weet het. Ik heb daar ook al over nagedacht. Het is gewoon een heel kut situatie. Dit is ook best shit. Ik moet nu wel eerlijk toegeven dat ik het ook niet echt meer ziek zit. En nu? Ja, ik wou van huis weg, hè. Maar hier is het ook niet veel beter. Eén ding staat vast. We zullen onze shit thuis zelf moeten oplossen, want hoe het nu gaat, kan niet meer. We kunnen ook professionele hulp inschakelen. Psychologen of zo. Die gaan ons problemen thuis niet oplossen, hè. Die gaan alleen maar de schuld op ons steken. Ja. Psychologen? Nee, bedankt. Kom. Ik heb wat rust nodig. En jij ook.
fuck is dat? Ik ben ook wel bewusteloos. Hallo? Is dat een van die imposter? Geen idee, kan. Maar is het vastgebonden? Help me eens mee losmaken, dat zit te strak. Help me die los te maken. We moeten dingen gaan halen in dat hutje om je te helpen. Goed idee. Elise! Dat hutje. Ja, maar je gaat toch niet alleen? Waar is Elise, nee! Alles komt goed. Mijn vriendin is iets halen om je los te maken. Wat? Nee. Wat nee? Daar is hij. Ik probeer haar te verstoppen. Elise, kom. Elise, is oké. Gaan. Begint gewoon eens bij het begin. Ja, we zijn met drie van huis weggelopen, Maarten, Chiara en ik. En we komen net van het bos en we hebben daar iemand gevonden. Er was dus een meisje en die was vastgewonden en we denken dat dat misschien dat vermiste meisje kan zijn. Ja, en er was een hutje en een meneer dan plots was aan het vallen. Maar Chiara heeft hij dan wel neergeslagen. Ja, maar Maarten is daar wel nog, hè? Elise? Chiara? Lydia. Ja, deze dames hebben mogelijk Robin de Klerk gevonden. Ja, ze zal in levensgevaar zijn. Waar precies? Ongeveer een kwartier van hier in het bos. Niels roept de patrouilles op voor het Kelderbos. Ze moet zo snel mogelijk gevonden worden. En hoezo in levensgevaar? Ja, ze zeggen dat een man hem probeerde aan te vallen en ja, een slachtoffer was vastgebonden. Ja, en Maarten is daar ook nog. Maarten? Ik neem deze dames mee voor het verhoor. En vertel nu maar eens wat er juist gebeurd is. Hebben jullie nu al iemand gevonden? Rustig. Er zijn verschillende ploegen ter plaatse. Maar vertel mij intussen waarom jullie in godsnaam thuis zijn weggelopen. We zijn al dagen naar jullie op zoek. Jullie hebben de boel mooi op stelte gezet. En net als er een tweede verdwijning plaatsvindt,
beslissen jullie om van huis weg te lopen. Je wist al dat die vorige zaak niet opgelost was. En dan hebben ze twee gezellig een tankstation gaan proeven. Waar trek dan niet op? Wat? Of is het niet waar misschien? Jawel, maar we waren met drie, hè? In het tankstation? Ja, daar ging het toch over, of niet? En wie was er dan nog bij? Chiara en Maarten. Maar... Het was Maarten zijn idee om weg te lopen. Maarten Janssens. Weg hier dan. Voordat ze je nog langer hier houden. Maarten. Met Elise ga ik nog altijd niet zo goed. Waarom zeg ik dat zelfs? Dat had nooit mogen gebeuren, Maarten. What the fuck, Elise? Mijn vader? Elise, negeer hem. Heb je het gehoord, Arnold? Ik moet u negeren. Precies. Hallo? Hallo? Maarten! Help! Je kunt het niet zo laten, Elise. Doe er iets aan. Betrek de politie erbij en uw moeder. Je moet je verzetten tegen die Steven. Ik wil ook alleen maar helpen, Stop gewoon, Maarten! Dat zijn toch helemaal uw zaken niet? Echt, laat het, Maarten. Elise, we kunnen niet zo laten. Je moet er iets aan doen. Kunnen we er alsjeblieft over ophouden? We hadden trouwens gezworen om het er niet meer over te hebben. Ach, jong, doe normaal. Je hebt hulp nodig, Elise. Maar weet je, trek je plan ermee, hè? Jij waart nogthans degene die zei dat wij erover moesten ophouden. Zeg jij nu dat het onze schuld is dat Maarten dood is? Jij bent er tegenaan gevlogen. Ik probeerde hem tegen te houden, maar jij hield mij tegen. Dat is uw eigen beslissing om bij ons te blijven. Fuck you. Zo zal jij nooit genoeg zijn. Nooit. Jij waart beter in Maarten zijn plaats geweest. Thank you.
alleen maar uw moeder en mijn ouders. Hoe is het met dat meisje? Hebben jullie haar gevonden? Het meisje hebben we. Ze ligt in het ziekenhuis. Maak je maar geen zorgen. En die man? Ja, toen onze ploegen bij dat hutje aankwamen, stond die deur open. En daar was niemand niet meer. Dat was volledig leeg. Ja, op enkele ketens na. We vermoeden dat die man in paniek alles been gepakt heeft en is gevlucht. Die voelde zich waarschijnlijk in het nauw gedreven. Hè. Aan de hand van DNA dat we terugvonden op die ketens, hopen we hem wel te pakken te krijgen. In de loop van de week contacteren we jullie dan nog voor verdere verklaringen af te leggen. Als jullie daar klaar voor zijn, hè? Goed? Ik wil echt niet naar huis, mama. Geen zorgen. Steven is daar niet meer. Echt? Ja, schat. Ja. Oh, mama. En hoe was het nu bij Emily? Kunt je maar met haar praten? Ja. Dat is een psycholoog, hè? Het is haar job om te babbelen. Maar ze is al oké.
Godverdomme, Maarten. Kijk wie ik toevallig tegenkwam. Elise, ik vind het echt moeilijk dat je... Arnold. Elise, het is oké. Arnold bedoelde het ook alleen maar goed. En hoe wij dan hebben gereageerd. Ik wil ook gewoon zeggen dat ik het snap en dat het me spijt. Goed, als jullie het niet erg vinden, ga ik nog even zitten, want mijn voeten doen nog altijd heel veel pijn.